Dit is Couleur Lokaal en ook vandaag proeven wij de sfeer tussen Noordzee en Alkmaar de Meer. Ik praat met vier gasten over de veiling die de hockeyclub organiseert, over de vergunning van de bakkerij en over een initiatief om kort parkeren in te voeren bij het strand. En ook platform Ons Strand is aanwezig. Zij starten een vragenlijst op internet. Welkom bij Couleur Lokaal. Vandaag praat ik met vier gasten. Mirjam Mulders, van harte welkom. Jij bent voorzitter van de veilingcommissie van Mixed Hockey Club Castricum. Een veiling die eraan komt. Wanneer is die? Hij is, en dan kan ik meteen even goed laten zien in de camera, op 23/3/2013. Mooie datum. En het is ook meteen de allereerste veiling die we in de geschiedenis van MACC organiseren. Ja. Dus we zijn erg benieuwd wat dat op gaat leveren. Je loopt nu elke dag met het schort? Nou, in ieder geval iedere zaterdag. Okay. Ja. Valentijn Brouwer, voorzitter van de bakkerij. Gefeliciteerd, want de vergunning is binnen, hè, voor een verbouwing. Ja, klopt. Het is, we hebben er lang aan gewerkt en we zijn heel blij dat we nu zover zijn. Het is altijd nog een risico van rechtszaak, maar in principe vanuit de gemeente is alles doorlopen en is de vergunning afgegeven. Ja. Adrie Luthe zit hier ook aan tafel, een van de mensen van de platform Ons Strand. Ook van harte welkom natuurlijk. Dankjewel. Sinds 2011 opgericht en al heel veel sympathisanten. We hebben ooit gefolderd, we hebben vrij kort gefolderd en in de korte tijd hebben we heel veel handtekeningen opgehaald. Het precieze aantal sympathisanten kennen we er al van niet, we weten alleen wat we toen hebben opgehaald en dat waren er 1800. Ja, een groot hart voor het strand. Groot hart voor het strand zeker en vooral ontwikkelingen goed in de gaten houden die er zijn. Tegenover u Gerrit Brandenhorst, welkom. Voorzitter van het CDA Castricum. En u heeft onlangs een gesprek gehad met Ted Biesterbos. Er was een idee, mede ook uw idee, om kort parkeren te gaan realiseren bij het strand. Ja, het is een kort parkeren is een wens die al, meen ik, 5, misschien wel 10 jaar bij de Castricumse bevolking leeft. En op 28 november, meen ik, stond er een artikel van de heer Biesterbos in de krant die de bevolking uitnodigde. Geef me een goed idee en dan kan ik aan het werk, want ik heb het nog niet gevonden. En wij hebben dat idee wat wij hadden neergelegd in januari bij hem op het kantoor. Ja. En hij zou daarnaar kijken en hij was zeer positief. Mirjam Mulders, hoe vaak gaat u met de auto naar het strand? In het seizoen denk ik wel een keertje of 10. 8 tot 10 keer, ja. Ook een ergernis van u, dat parkeren, dat je zoveel moet betalen voor een korte periode als je er staat? Ja, als je gewoon even voor een kopje koffie hebt, zondagochtend lekker weer, dan denk je van nou, we gaan even lekker naar het strand. Maar goed, als je €6,50 eerst neer moet tellen voordat je aan je kopje koffie begint, nou ja, dan denk je wel even na. Ja. En misschien pak je dan de fiets, maar niet de auto. Pak jij wel de fiets als je naar het strand gaat? Ik ga zelf vaak met de fiets, maar soms ga ik samen met andere mensen. Dus het komt wel eens voor dat ik met de auto ga. Ja, maar dan vind je het niet erg dat je moet betalen voor lang parkeer? Nou, het is wel een afweging om naar het strand te gaan of bijvoorbeeld toch naar het bos. Dat, als het gaat om even wandelen, dan ga ik wel snel naar het bos. Mede omdat daar geen parkeerkosten aan zitten. Adrie Luthe, spreekt dat u aan, zo'n initiatief tot kort parkeren? Ja, het spreekt zeker aan. Ja. Ik moet zeggen dat vanuit de platform voor het parkeren zelf nooit heel veel aandacht is geweest. Want we denken dat het uiteindelijk een keuze van mensen is om hun vervoer te kiezen wat het beste bij ze past. En we zien liever dat mensen met de fiets naar het strand gaan en dat er beter openbaar vervoer komt. Maar uiteraard, het jammer van het parkeren bij Strand Castricum is dat het geld wat ermee verdiend wordt niet naar de gemeenschap toe gaat, maar dat het in particuliere zakken verdwijnt. Dat is eigenlijk de grootste pijn die we ermee hebben. Ja. Het platform is uit mijn hoofd in de zomer van 2011 opgericht. Waarom? We zagen ontwikkelingen, onder andere kadernota, strandgebied werd gevormd en besloten, waar, die we erg zorgelijk vonden. En dat was met name grootschalige ontwikkeling op het strandplateau zelf. Daaraan gekoppeld veel meer commerciële ontwikkeling op het strand, dat ten koste ging van rust en uitstraling. En toen zijn we als, eerst nog als losse club mensen opgericht en een jaar daarna zijn we als stichting verder gegaan. Ja.
En hoe ziet het ideale strand eruit vanuit het platform gezien? Ja, vanuit het platform gezien is het natuurlijk heel moeilijk te bepalen. We zijn nu bezig met een enquête onder alle mensen in Castricum en ook trouwens iedereen die het strand bezoekt. Daar komt een heel gedifferentieerd beeld uit. Maar het ideale strand is toch wel rustig in de winter. 1 à 2 strandpaviljoens. En een mooi ontwikkeld, maar ook kleinschalig en rustig strandplateau. En in de zomer mag het best activiteit zijn die er nu ook is. Ja, het is nu ook een jaar rond exploitatie. Ja. Is dat een doorn in het oog of niet? De schaal is een doorn in het oog. En de manier waarop het gaat is een doorn in het oog. We zien al, dat hadden we al voorspeld, dat gebeurt ook, dat ondernemers op het strandplateau het bijzonder moeilijk krijgen. Want die krijgen in één keer concurrentie bij die ze eigenlijk niet hadden voorzien. En het feit dat er 4 jaar rond paviljoens staan waarvan er 3 open geopend zijn, die schaal vinden wij echt te veel. Ja. Maar goed, wat blijkt is dat het zichzelf ook dus reguleert. Doordat iemand het niet volhoudt. Ja. Het ligt juridisch tamelijk ingewikkeld in elkaar, want Jaffa is nu bijvoorbeeld dicht. Ja. En dat is, voor zover wij weten, volgens de regels van de provincie en de gemeente helemaal niet toegestaan. Dus daar vindt op dit moment een situatie plaats waarin we eerlijk gezegd ook gevraagd hebben aan de burgemeester om die te handhaven. Dus dat soort wrijving krijg je. Ja. Ja. Omdat ons inziens de processen niet goed doorgedacht zijn. Er is eigenlijk te onbezonnen gehandeld door daar 4 jaar rond paviljoens zomaar toe te staan. Ja. Wat is jullie rol precies binnen? Je hebt natuurlijk doelstellingen en je ambities om het strand op een bepaalde manier vorm te geven met alles wat erbij hoort. Hoe ontplooit dat zich? Ben je een serieus gesprekspartner nu als platform? Hoe wordt het gezien? We zijn zeker een serieus gesprekspartner. Daar hebben we enige moeite voor moeten doen, maar dat zijn waarom, we zeker. Waarom is dat zo? Omdat we midden in een beslissingsprocedure vielen die feitelijk al bijna afgerond was. De kadernota was feitelijk al afgerond. En we hebben, geef ik toe, als burger van Castricum het teveel op zijn beloop gelaten. Het vogeltje is eigenlijk al over het touwtje gevlogen. Uh-huh. Dus de kadernota was vastgesteld en dat was een opmaat tot het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nu in ontwerp en behandeling. Dus, en dat was natuurlijk lastig voor partijen die al dachten dat de zaak rond was, dat zich plotseling een andere partij ging aandienen die er heel anders over dacht. Ja. Dus ik snap dat heel goed. Ja. Maar op dit moment zijn we een serieuze partner en vooral proberen we een redelijke partner te zijn. Het gaat ons er ook niet om ondernemers het leven zuur te maken. We zijn er vooral mee bezig, dat is eigenlijk onze rol, om te kijken of de gemeentelijke besluitvorming wel heel erg zorgvuldig genoeg is. Die op dat unieke gebied ook heel zorgvuldig moet zijn. Ja, het laatste geloof ik ook een overleg geweest, hè, met allerlei partijen. Had u daar ook een rol in? Er is mede door onze inzet, maar geïnitieerd door de Vrije Lijst, is er een strandoverleg Castricum. In analogie van het overleg buitengebied Castricum. Waarin eigenlijk alle partijen die er feitelijk iets op het strand te maken hebben, hun inbreng hebben. Ja. Het is jammer dat de meneer Biesterbos, die over parkeren gaat, er niet bij was. Maar hij was wel uitgenodigd. Maar alle partijen en ook wij hebben daar een goede rol in. Ja. Jullie hebben een site met een vragenlijst. Hè? Want wat jullie op een gegeven moment afvroegen is, wie is nou eigenlijk die bezoeker van het strand? Ja. Hoe gaat het? Hoe lang loopt de enquête op dit moment? Die loopt een week. Okay. Want het verbazingwekkende is dat er heel veel initiatieven zijn in de gemeente Castricum, ook onder andere om toerisme meer te ontplooien. Dat er, hebben we geconstateerd in al die overleggen, dat er eigenlijk geen enkele zicht is op wie de strandbezoeker van Castricum er eigenlijk is. Opvallend. Ja, je zou te verwachten dat we een VVV dat bijvoorbeeld wel weten. Ja, maar een VVV is gesloten. Dus wat die nu nog weten, dat weten we niet meer. Ja. Dat ligt op het archief. En, dus dat verbaast ons ook. Kijk, onze eigen achterban kennen we wel, want die hebben we in het verleden al bevraagd en daar weten we vrij veel van. Ja. Maar de algemene Castricum en ook de campingbezoeker en de dagjesbezoeker, daar weten we bijzonder weinig van. Ja. Wat voor vragen staan erop? Open vragen. Oké. Okay. Wat mis je? Wat waardeer je? Hoe waardeer je het strand? Waarom zou je vaker naar het strand gaan? Waarom zou je minder vaak naar het strand gaan? Vragen zonder een vooringenomenheid. Want natuurlijk zijn wij een lobby, een actiegroep. Dus het ligt makkelijk voor de hand om te denken, die mensen die willen een bepaald antwoord van de bezoeker. Maar dat is absoluut niet wat we willen. Okay. We willen gewoon eerlijke mening van mensen horen. Ja. En wat gaan, mag ik even tussendoor vragen? Wat gaan jullie met die gegevens doen?
Wat is het doel? Eerst maar eens bundelen. Eerst maar eens bundelen. Inventariseren. Ja, kijken of er partijen zijn, inclusief wij zelf, maar ook de gemeente en ook ondernemers, die daar iets mee kunnen. Ja. Want het geeft heel veel informatie. Ja. Ja. Hoe kunnen we die site, wat is het adres daarvan, met de vragen? Het adres is www.onsstrand.info. En de vragenlijst staat op de openingspagina, dus daar kom je meteen, kun je meteen naartoe klikken. Nou, dan kunnen de kijkers in ieder geval, hoe lang kan men daar nog een vraag beantwoorden? Tot we sluiten, maar dat zou best wel eens een half jaar kunnen duren. Als je genoeg reacties binnen hebt. Nou, als het, bepaald met, als het echt zo opdroogt, maar dan zelfs dan kan ik me voorstellen dat we nog weer een nieuwe initiatief nemen om weer het nieuwe onder de aandacht te brengen. Want eigenlijk gaat dit soort dingen constant doen. Ja. Gerrit Brandenhorst, u bent CDA-voorzitter. Ja. En bent langs Ted Biesterbos gegaan met een idee. Het CDA zit in de coalitie. Een aantal raadsleden zijn natuurlijk ook in de raad zitten. Waarom zijn die mensen er niet heen gegaan? Waarom heeft u dat gedaan als voorzitter zijn? Ja, ik kan me dan voorstellen dat u denkt van hoe zit dat daar bij dat CDA? Hebben ze verschillende afdelingen, een bestuur en een fractie? Nou, we werken hartstikke goed samen. Dat punt één. Tweede punt, dat hele kassicum parkeren gedoe. Dat speelt geloof ik al een jaar of 10. Nou, iedere politicus die is er al mee doodgegooid. En het is heel ingewikkeld. De provincie wil iets niet, de hoogheemraadschap wil iets wel. De gemeente heeft weer een probleem. Er is een geldprobleem. Biesterbos wil dit. De PvdA heeft iets voorgesteld en de VVD wil weer iets anders. Kortom, er wordt zoveel gepraat en zoveel mensen zijn erbij betrokken, dat als je als fractie met een voorstel was gekomen, dan hadden ze gezegd van ja, weer ingewikkelder. Toen hebben we gezegd, we gaan het apart zetten. Mm-hmm. We kijken sec naar het probleem. En het is handig als het CDA gewoon als bestuur dat even bij Ted Biesterbos neerlegt. We zijn wel heel nauw opgetrokken met de fractie, dus de fractie snapt heel 100% wat we aan het doen zijn. En ik ben samen met Ver Willems van de fractie wel bij Biesterbos geweest. Okay. Hij heeft me geïntroduceerd, zeg maar. Ja, okay. U heeft daar bij hem neergelegd om iets aan het parkeren te gaan doen. En dat er misschien een situatie moet komen waar je ook kort kan parkeren. Ja. Hoe ziet u dat? Nou, dat kort parkeren, dat wil iedereen in Kasticum. Ja. Kasticum aan zee is van ons. Dat is onze achtertuin. En het irriteert als je voor een kopje koffie er naartoe wil, dat je dan een heel bedrag kwijt bent. Als je een hele dag gaat, ja, Allah. Over het bedrag kan je stoeien, maar het principe wordt dan wel geaccepteerd. Maar voor een kopje koffie of die hond even uitlaten. Wat is nou de gedachte? Het probleem was, als je met 1600 mensen daar zou staan met die auto en het gaat ineens onweer, dan wil iedereen tegelijkertijd weg. Dus dat loopt helemaal vast. Ja. Daar heeft Ted Biesterbos helemaal gelijk in. Dus dan moet je het eventjes van de andere kant bekijken, hebben we toen geredeneerd. Zoveel mensen die kort parkeren zijn er ook weer niet. Laten we zeggen, 100 mensen, 100 auto's, die wil je kwijt. Dit is een hele grote parkeerterrein. Scheid nou op dat parkeerterrein een heel klein stukje af waar 100 auto's op zouden kunnen staan. Organiseer iets met slagbomen, zodat je kunt kiezen tussen het lang parkeren of het kort parkeren. En de zaak is opgelost. En toen we dat bij Ted Biesterbos neerlegden, ik heb 14 ideeën bekeken. Dit staat wat mij betreft op nummer 2 van de score. Dus een leuk idee, goed plan. Wat is nummer 1 gevraagd? Ik ben wel benieuwd naar natuurlijk. Dat heb ik niet gevraagd. Oh, dat vind ik jammer. Nee, hij vond het gewoon een ontzettend goed idee. En hij zei, ik ga erop studeren en binnen 3 weken heb je antwoord, want ik vind het een perfect idee. En wat was zijn antwoord? Ik heb niks meer van de heer Biesterbos gehoord. Hoe lang geleden was het dat u al gesproken heeft? Wij zaten op 9 januari bij hem aan tafel. Mooi kantoor. Heel plezierig gesprek. En de afspraak was, binnen 3 weken hoor je van mij wat ik ervan vind. Maar hij heeft dus nog geen reactie gekregen. En toen was 4 weken voorbij. Toen hebben we gezegd, nou ja, als we niks horen, dan brengen we het idee naar de krant. En brengen we het idee naar BMW. En dat gaat dus nu gebeuren. De krant dat is gebeurd via inmiddels. De krant. Ja. Ja. En maar ook via rechtstreekse lijnen naar BMW en naar de gemeenteraad. Is het toch merkwaardig dat er geen reacties gekomen? Ja, kijk, dat moeten we aan de heer Biesterbos vragen. Als de toezegging is, binnen 3 weken krijg je een antwoord. Dan verwacht ik binnen 3 weken een antwoord. En daarna ga ik gewoon weer verder. Ja, maar hij was hier, denk ik, dan ook positief over, omdat het een tweede optie intern bij hun was. Hij was zeer positief. Mag ik iets vragen? Ja. Wat zou de gemeenteraad kunnen doen?
Want het is een particulier bedrijf. Het is een particulier voor u. Ja. Ja. Nou, ik wil ze op de hoogte stellen dat er een alternatief is. Kijk, er is heel veel gepraat over parkeren. En er waren altijd heel veel partijen bij betrokken. Ja. En een portemonnee. Ja. Het probleem is nu teruggebracht tot de vraag, meneer Biesterbos. Hebt u begrip voor het feit dat er kort parkeren gewenst wordt door de Castricummer? En als je dan zegt ja, kan u op zijn gepacht terrein heel simpel door wat te investeren, de oplossing realiseren. Dus het is de vraag, wil je wel of wil je niet? En? Dat zal nog even afwachten worden. Ja, maar hij zit er wel positief in. Hij keek zorgelijk toen het over geld ging. Ja, maar dat doen de meeste mensen. Als ze moeten betalen. Het moet investeren, laat ik het zo zeggen. Nee, kijk, we hebben daar dat plan toegelicht. En we hebben gewoon een goed gesprek gehad. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken. Ik hoef dat ook helemaal niet. Maar als hij begaan is met het fenomeen kort parkeren is gewenst voor, nou, wat ik net schetste, de honden uitlaten en een kopje koffie. Ja. Dan is het simpel. Hij is de enige die op dat terrein zit. En hij kan als enige beslissen, dat ga ik morgen doen. Ja. Maar ik neem aan dat u ook gewoon de telefoon kan pakken van meneer Biesterbos. Heeft u al wat besloten? Is er al wat meer duidelijkhed? Nee, kijk, je kan twee dingen doen. Hè. Je kan op een gegeven moment vragen, en wanneer dacht u dan wel te reageren? Oh, mag ik morgen nog een keertje terugbellen of ik die vraag stellen? Ja, we zijn allemaal grote mensen in de wereld. Je hebt een toezegging, binnen 3 weken hoor je of we het een goed plan vinden en of we er wat mee gaan doen. Ja, en als je dan niks hoort, ja, kom op. Hij is groot, hij is flink. Ja. Laat die aan de gang gaan. Als dit idee lukt, dan denk ik dat heel veel mensen er hartstikke dankbaar voor zijn dat u zo'n initiatief heeft genomen. Kijk, ik ben Castricummer geworden. Ik ben import, maar ik ben wel Castricummer, vind ik. En het is mijn achtertuin en het irriteert me. En als je op een verjaardag vraagt, het gaat over strand, waar gaat het dan over? Kort parkeren. Ja. En ik betrap me er zelf op zondag, als ik denk, ik ga even een kopje koffie drinken. Ik rij in de winter naar Egmond aan Zee, want ja, daar kan je gewoon je auto neerzetten. En dan ben ik vast meer geld kwijt aan benzine, maar het gevoel, de psychologie van verdorie nog aan toe. Moet ik nou eerst betalen voor een kopje koffie, voordat ik aan dat kopje koffie kan beginnen? Kom op, zeg. Nou, wellicht naar aanleiding van deze uitzending dat er wel een reactie komt van Ted Biesterbos. Dat zou heel fijn zijn. Dat zou fijn zijn. En het zou nog fijner zijn dat we voor de zomer dat gerealiseerd is. Juist. We gaan het afwachten. Oké. Okay. De bakkerij, eigenlijk een bouwvergunning voor de noodzakelijke aanpassingen. Ja. Jullie hebben een geweldig pand aan de Dorpstraat. Was dat niet voldoende met alle wensen en activiteiten wat jullie doen? Nee. Dat blijft. Er zijn twee dingen die daarbij gespeeld hebben. In eerste instantie is dat, toen we in dit pand kwamen, dachten we inderdaad al dat we onder andere als poppodium zouden kunnen gaan functioneren. Nou, daar bleek vrij snel van dat niet het geval was. Daarnaast lag er al de wens om een diversiteit aan activiteiten te kunnen organiseren, waarbij je soms dingen, activiteiten naast elkaar kan hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in samenwerking met andere partijen iets doet, maar ook dat je heel praktisch bijvoorbeeld een oefenruimte voor bands, dat is in Castricum vrijwel niet aanwezig, dat je dat kan aanbieden, terwijl je daarnaast als café of als net wat er op dat moment te doen is, wel nog open kan zijn. Dus die wens om twee functies naast elkaar te kunnen hebben, was er al. En vanuit dat idee hebben we toen ook zijn we naar de koop toe ook al bezig geweest met plannen voor een verdere verbouwing. Ja, dus het betekent een uitbreiding van ruimte. Hoe moet ik dat zien? Het totale oppervlak wordt groter. De totale capaciteit ook iets. Dat valt uiteindelijk wel mee. Er zit iets groei aan. Het café zoals het er nu staat, dat wordt verkleind in de nieuwe situatie. En dan komt er een tussenruimte waar kantoren en opslagruimte en dat soort dingen zijn. En dan komt er een zaal achter. En de zaal achter is ongeveer van het formaat als wat het café op dit moment is. Alleen het is veel praktischer ingericht. Gewoon,
vroeger, het is natuurlijk een café geweest. Ja. Het pand is het oudste café van Castricum. In 1911 ook gebouwd als café echt. En alleen op dit moment is het zo dat de toiletten, die bereik je door achter in de zaal. Daar ga je, nou, daarachter zitten de toiletten. Alleen dat betekent in ons geval, wanneer je een concert wil organiseren, dat je voorlangs het podium moet om naar het toilet te kunnen. Het effectief gebruik van je ruimte heel erg verkleint. Ja. Dus op die manier kijken we ook naar van hoe richten we dan die nieuwe zaal in. Ja. Er is vergunning op een gegeven moment ingediend. Er zijn bezwaren op gekomen. Wat voor bezwaren waren dat? Wat ik als eerste zeg, dat we heel blij waren dat het eigenlijk heel erg meegevallen is. Er zijn 6 partijen geweest die bezwaren hebben ingediend. En die bezwaren gingen over een diversiteit van punten. Een aantal punten gingen meer over exploitatievergunning dan om een bouwvergunning. De vraag van hoe gaan we om met de toegroei in capaciteit van het aantal personen. Het ging ook over de vraag van wat gebeurt er met geluidsoverlast bijvoorbeeld. Dat was een heel concreet punt. Maar tegelijkertijd is dat ook iets waar wij natuurlijk heel erg... Ja, je hebt een landelijke wetgeving waar je rekening mee moet houden. Dus daar hebben we heel duidelijk op geanticipeerd. En konden we dus ook vrij makkelijk beantwoorden. Toen is in dit geval door de gemeente. Maar dat kon dus... Ja, er zijn gewoon uitgebreide rapporten over geschreven over hoe dat wel en niet zou kunnen. Maar het is niet zozeer dat je nog extra aanpassingen of optimalisatie moet toevoegen om die bezwaren van tafel te krijgen? Nee. En dat heeft gedeeltelijk te maken, denk ik, ook met het feit dat we in een vroeg traject ook in gesprek zijn geweest met verschillende partijen. We hebben met alle de eigenaren van de panden direct om ons heen, hebben we één op één om tafel gezeten om uit te leggen van wat zijn de plannen die wij hebben. En hoe staan jullie daar tegenover en hoe kunnen we jullie eventueel tegemoetkomen. Nou, op die manier bouw je toch een zekere band op natuurlijk met de mensen. Daarnaast hebben we ook een aantal avonden gehad waarin alle omwonenden uitgenodigd zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook met de omwonendencomité's gesproken over de plannen. En dan kijk je toch van wat zijn de pijnpunten die er zitten en is er een manier dat wij toch kunnen zorgen dat we dat oplossen. Nou, een van de punten die daar bijvoorbeeld uitgekomen is, is dat... misschien wel het belangrijkste punt waar mensen op dit moment over struikelen zijn de mensen die buiten staan te roken. Want, nou ja, vanwege het rookverbod staan mensen buiten. Op het moment dat er 10, 20 mensen buiten staan en die zijn rustig aan het praten, dan wordt het toch al snel hard. Want hoe meer mensen, hoe sneller, hoe harder het wordt. Nou, en toen hebben we dus gekeken van, zit er een mogelijkheid binnen ons plan om een rookruimte te realiseren? Nou, in eerste instantie was dat heel erg moeilijk, omdat binnen hebben we de vierkante meters gewoon heel erg nodig. Alleen uiteindelijk hebben we toch een mogelijkheid daartoe gevonden. Dus dat is iets wat we daarin mee hebben gedaan. Het is een klein beetje een technisch verhaal. Alleen, zoals het punt er nu uitziet, is er de arcade aan de voorkant en daarachter zit een glazen gevel en daartussen zit een klein stukje wat... dus overdekt is, maar wat... Terras? Het is officieel geen terras, maar inderdaad, het is een soort terras. Nou, mede voor de geluidsisolatie komen er in de bogen van het pand, kwamen daar al deuren. En toen hebben we dus gedacht van, ja, dan heb je daar dus een loze ruimte. Er is de wens om de mensen van straat weg te krijgen. Laten we kijken of we daar wat mee kunnen. En daar hebben we nu dus een rookruimte van gemaakt. Ja. Hoeveel bezoekers krijgen jullie nou op zo'n avond? Dat ligt heel erg aan de activiteit. We hebben op dit moment kunnen we niet alles doen wat we willen doen. Maar bijvoorbeeld als we een optreden hebben. Afgelopen november hadden we bijvoorbeeld een klein festivaletje binnen. Nou, toen hebben we over de hele dag de 500 bezoekers gehad ongeveer. Onderuit Castricum? Nee, dan hebben we, dat is echt met een landelijke uitstraling. Okay. Omdat we toch heel sterk op talent zitten. Maar ook af en toe krijg je de mogelijkheden. Nou, daarnaast, kijk, onze capaciteit is iets meer dan 100 personen. Dus dat betekent dat je mensen hebt die binnenkomen en weer weggaan. Ja. Op een avond dat er een concert is, dan lukt het ons toch sneller om tegen de rond de 80, 100 bezoekers te trekken. Mag ik een vraag als het komt? Ja, dan ga je. Ja. Want het verbaast me eigenlijk, want toen de bakkerij werd aangekocht, was het natuurlijk al lang van plan, wat jullie daarin van plan waren, is het verkeerde pand gekocht.
Er is sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waar we op verschillende vlakken tegenslagen hebben gehad. En waar ook op. Vergissingen? Met de kennis van nu wel. We zijn destijds. Hadden we bepaalde informatie moeten krijgen. En de schuld dat we dat op dat moment niet hadden, ligt gedeeltelijk bij ons. Hm. Jullie hebben er niet naar gevraagd? We hebben er wel naar gevraagd. Ook okay. Naar de bijvoeding is nu afgegeven. Ja. Hij is nog niet onherroepelijk, neem ik aan. Nou, dat ligt een beetje aan de vraag van wat is precies onherroepelijk. In principe is hij onherroepelijk in de zin van dat alle bezwaren binnen de gemeente verworpen zijn, dus hij is onherroepelijk. Alleen, je hebt dan wel nog een periode dat de bezwaarmakers naar de rechtbank kunnen gaan. Ja. Nou, dat is ook 6 weken en die 6 weken lopen op dit moment. Okay. Over een enkele weken gelijk start bouw? Of ga je naar de bouwvakken starten? We zijn al begonnen. Okay. We zijn op dit moment bezig met het café deel, want we gaan het gefaseerd verbouwen. We gaan eerst het café verkleinen en beter isoleren. Vervolgens gaan we de zaal achterbouwen en daarna het midden. Deel. Zodra het café is, de komende paar weken wordt dat nu afgerond. En dan zullen we, dat is ongeveer de termijn waarbinnen mensen dus naar de rechtbank gestapt zouden moeten zijn. En waar daar dus duidelijkheid over is. En op dat moment weten we dus of we ook opdracht kunnen geven voor... Spannend. Ja, het is heel spannend. Ja, jullie weten ook alles van bouwen met de hockeyclub. Want jullie hebben een nieuw clubhuis, meneer Jan Wilders. Nieuw clubhuis gebouwd, 2 jaar geleden. Ja, en daar waren we natuurlijk ook hard aan toe. Want... we moesten bij grote regenbui moesten we overal emmers neerzetten om het water op te vangen. En de kosten voor het reparatie van het dak waren dusdanig groot. Dat we dachten, we wisten natuurlijk ook dat we het konden bekostigen. Mm-hmm. Er moet gewoon een nieuw clubhuis komen. Dat oude clubhuis heeft er 40 jaar gestaan. Dus dat was ook echt aan vervanging toe. Ja. Ja. Gaat goed volgens mij met de club? Gaat goed met de club. Het ledenaantal is gestabiliseerd. Waar we de afgelopen 4 tot 5 jaar een enorme groei hebben doorgemaakt. Het is wel zo dat subsidiegelden, de kranen worden dichtgedraaid, sponsorinkomsten vallen in deze tijd ook heel erg tegen. Dus we hebben bedacht met een groepje mensen van dat kan anders. We moeten andere creatieve wegen bedenken waar langs we inkomsten kunnen genereren. Ja. Laten we eens een veiling organiseren. En die zijn jullie aan het organiseren? Ja, we zijn, om precies te zijn, in september hebben we een gesprek gehad met de veilingvoorzitter van Vitesse, voetbalclub. En we weten dat die al jarenlang echt hele succesvolle veilingen organiseren. Het was een hartstikke leuk gesprek, heel enthousiast. En daar hebben we ter plekke met elkaar afgestemd van iedereen die hier nu bij zit noemt 6 mensen... waarvan die zeker weet dat die mee kunnen doen in het organiseren van die veiling. Datumprikkertje gedaan. En echt binnen 2 weken hadden we 24 mensen die zich spontaan aanmelden om mee te helpen organiseren. Dat is een flinke club. Ja, geweldig. Ja. Nou, en dat geeft ook zo'n boost energie om met elkaar aan de slag te gaan. 2 oktober hadden we onze eerste vergadering. En na 2 uur hadden we gewoon alle commissies die we nodig hadden, die waren gewoon geïnstalleerd. Dus vanaf 2 oktober zijn we ook lekker aan de slag gegaan met kavels te werven. En dat hebben we gewoon gedaan middels deze schorten. Ja, ik vraag hem niet om hem aan te trekken, maar ik kan hem wel even laten zien. Nee, dat doen. Kijk, deze schorten. Nou, die hebben we dan achter de bar en die staat op, even voor de camera, bied mee voor MACC. En de datum van de veiling, 23/3/2013. Nou, die dragen al onze barmensen op zaterdag. En de mensen die kavels werven. En we spreken gewoon mensen aan die het clubhuis binnenkomen. Of ze het leuk vinden om een kavel in te brengen. En dat varieert inmiddels. Inmiddels hebben we er 150 binnen. Zo, en hoeveel kavels wil je totaal? Dat is een goede vraag. Want je moet ook te doen zijn natuurlijk op zo'n avond. Ja. Maar ik denk als we er 200 hebben dat we heel erg tevreden zijn. En dat varieert nu inmiddels van een vers gebakken taart
tot een dagje met een F-16 piloot. Doe maar. Nou ja, ik weet niet of we gaan vliegen, ik denk het niet. Maar dat wordt een verbeelding. Duikvlucht boven Castricum. Oh ja. Een duikvlucht. Ja, dat is er trouwens ook eentje. Dus echt een vlucht over Castricum met een helikopter. Dus, nou, en daartussenin zit er van alles. Waar ga je zelf op bieden? Nou, ik... Die duikvlucht. Ja. Nou, in ieder geval ook die F-16, daar ga ik ook voor. En er is ook een kavel waarmee je met een Range Rover een hele dag kunt gaan rallyen. Okay. En een picknickje erbij. Dat zijn ondernemers waarschijnlijk die daar ook moeite in steken. Nou, het zijn vooral mensen, dus ouders van de hockey. Ja. Dus die kinderen, die hockey en de kinderen hebben. En die gewoon zo'n auto hebben en denken van, nou, laat ik hem eens leuk inzetten voor een middagje. Ja. Of een zeiltochtje. Nou, ik kan echt... Ik zag een bijzonder 25 kilo uien. Zou dat dan goed? Ja, 25 kilo uien. Wie biedt daar op? Die zijn zo opgegooid in de winter. Beetje uiensoep. Uiensoep. Uien en aardappels. Ja, wie biedt daar op? Noem het. Ik ben op een veiling geweest en daar hadden ze een kavel. Dat was 100 kilo mest. Oh, wow. Ja, dat is goed voor de tuin. Dat is goed voor de tuin. Wie biedt daar op? En die zit toch weg voor, ik geloof, iets van €200. Dus, Ja, wel opvallend. Wat zijn nog meer opvallende kavels die je zou kunnen noemen? Opvallende kavels is natuurlijk toch ook dat onze burgemeester meedoet. En hij doet niet alleen mee door een kavel in te brengen. En die kavel is een dagje golven met de burgemeester. Dus, nou ja, wie biedt, hè? Maar hij opent ook de veiling. Dus dat vinden we ontzettend leuk dat hij zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Ja. Waar jullie organiseren, denk ik, in het clubhuis, hè, de 23e? Het is in het clubhuis. Ja, we verwachten zo'n beetje 200 tot 300 mensen. En het zal een beetje hoe dat met zo'n veiling gaat. Mensen kunnen op de website kunnen ze al zien wat voor kavels er geveild worden. Wat is het adres van de site? Dat is veiling@mhcc.nl. Okay. Ja, dus daar kunnen mensen zien welke kavels ingebracht zijn. Dus je kan ook gewoon bepalen wanneer dat je binnenkomt. Het liefst natuurlijk van begin tot het eind. Want het wordt vooral ook een hele gezellige avond. En de opbrengst? Hebben jullie een specifiek doel binnen de vereniging? Nou ja, daar zijn we een beetje voorzichtig mee. Hè, om bedragen te noemen. Maar we gokken toch wel, ik ga het hier gewoon zeggen, op zo'n 10.000 tot 15.000 euro. Dat is de moeite. Ja. Kijk, als je bij Vitesse is het jaarlijks tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Nou, dat is een succesvol concept daar. Nou, als wij de helft eens binnenhalen, dan daar gaan we voor. Ja. Daar zetten we op in. Ja. Ja. En wie is de veilingmeester? Ja. Dat is niet onbelangrijk volgens mij. Mag ik zijn naam noemen? Waarom mij wel? Ja. Nou, het is een ludieke veilingmeester die zeer ervaren is in zijn vak. En zijn naam is Ben Kees Eeltink. Bij velen inmiddels al bekend. Dus ik hoop dat hij het gaat redden om de 200... Ook aan jullie club? Ja, het is ook een vader van twee kinderen. Leuk, spannend. Ja. De 23e, de site mhcc-veiling.nl. Veiling@mhcc.nl. Okay, dat is hem, ja. Nou, ik ben benieuwd. Tot 10 maart nog kavels in te dienen. Okay. 10 maart is de sluitingsdatum en dan hopen we er 200 binnen te hebben. Zijn jullie hockeyers? Nee, helaas. Ik, nee. Nou, wat niet is. Maar ik vind het wel mooi om naar te kijken. Want ik vind dat tempo zo ontzettend mooi. Gaat snel, hè? Nou. Ja. Ja. Oké, dank jullie wel voor jullie komst. Dit was Couleur Lokaal. Volgende maand zijn we er weer. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren? Dan kan dat het beste via de mail. Het mailadres is contact@c-tv.nl. Dank u wel voor uw aandacht en tot ziens. Ja.